De inschrijfgelden van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, zijn verhoogd van 1850 naar 3500 SRD. Deze verhoging zullen studenten moeten betalen vanaf het komend collegejaar 2022-2023. Shanti Venetiaan, voorzitter van het ADECUS-bestuur, zegt dat het inschrijfgeld sinds 2018 op hetzelfde niveau is gebleven. Een verhoging was dus niet meer uit te houden, want het land heeft elk jaar meerdere inflaties. Vorig jaar hebben we nog rekening gehouden met COVID en alle stress die er al was in de samenleving daarover. Maar we kunnen het niet op het bedrag houden dat het was. De elektriciteitskosten zijn omhoog gegaan. De andere operationele kosten zijn omhoog gegaan. Dus daarom moeten we verhogen. Maar het was niet meer te houden. De elektriciteitskosten zijn omhoog gegaan. Onderhoud van het terrein enzovoort enzovoort. En er zijn een heleboel zaken die moeten worden aangepakt. Van de gebouwen. En dus we zagen geen andere keus dan een verhoging. De voorzitter van het ADECUS-bestuur geeft ook aan dat het niet de bedoeling is dat de collegegelden van de masteropleidingen van de universiteit worden verhoogd. Ook bij de verhoging van de inschrijfgelden heeft het bestuur van de universiteit gedacht aan studenten die het volledige bedrag van 3500 SRD niet in één keer kunnen betalen. Dat is in principe niet de bedoeling. De masteropleidingen die waren, zijn dus al zo opgezet dat ze zichzelf financieren. Dus voor dit jaar verwacht ik geen andere verhogingen. En ze worden ook meestal in een valuta bekendgemaakt. En dan betaalt men dus het bedrag, de tegenwaarde ESRD. Ja. Dus we hebben het aantal termijnen ook verhoogd naar 3. Mm-hmm. Ja, dus waar je vroeger dus 2 termijnen had. Dus de helft bij de inschrijving en de helft bij zoveel maanden later. Daar worden dus nu 3 termijnen van gemaakt. Dus bij het eerste deel is 1500. En dan 2 maanden later 1000. En dan 3 maanden daarna de volgende 1000. Het bestuur van de universiteit heeft de studenten ook medegedeeld dat er mogelijkheden zijn om via de Nationale Ontwikkelingsbank NOB in aanmerking te komen voor een studiefinanciering of een studentenfinanciering.